Ron en Selena. Ik zal je zo 10 dilemma's voorschotelen. Jullie kunnen, ik zal aftellen van 3, 2, 1 en 0 en dan geven jullie het antwoord. Nou, het eerste dilemma. Piercing of tattoo? 3, 2, 1. Piercing. En dat is echt puur omdat die nog uit kan. Ik vind het allebei heel leuk. Ja, en dit is ook, ja, dat zijn toch piercingen? Ja, het zijn oorbellen, ja. Mijn oor is gepierst. Ja, misschien die tweede. Die tweede, ja. Precies. En we hebben allebei geen tattoos. Dus nee. En ik ga er ook geen nemen. Dus. Pizza of patat? 3, 2, 1. Pizza. Ja, nee, ja, wel fijn. We hoeven ook nooit te delen. Maar patat is gewoon patat. Ja, lekker. Ja, ja pizza ja, nee, is... Nee, ja, ja, dan kan nee. je alles opgooien. Ja. Nee, ook op patat. Ja, dag. Tegenwoordig wel. Ja hoor, ik heb zo'n saus. Oké, loaded fries is best wel lekker. Daar ben ik wel een beetje eens. Maar als ik moet kiezen, kies ik pizza. Nou, ik kan echt veel makkelijker een hele pak patat eten dan een pizza. Dat wordt saai. Dat wordt saai. Ja. Ja. Oké. Ja, we gaan door. Duidelijk. Ja, verschillend van mening. Ja. Woonplaats of geboorteplaats? 3, 2, 1. Woonplaats. Ja, ik ben wel echt ja, meer Arnhemmer ondertussen dan ja, uit Hoornaar. 100% en ook ik ben in een plaats geboren waar ik nooit kom. Nee. Dus heel makkelijk eigenlijk. Lekker van groen hier. Nee. Ja, easy. Liever de All England winnen of wereldkampioen worden? 3, 2, 1. Wereldkampioen. Ja. 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 Ook voor onze sport. Kijk, weet je, we hebben ook die halve finale op de All England gehaald. Ja. Niemand weet dat, behalve als je denk ik een badmintonner bent en wereldkampioen heb je. Dan ben je gewoon wereldkampioen. Ja, van de wereld. Dat zegt echt, en anders ja, win je de All England. Dat... Ja, prachtig. Niet normaal nog steeds, maar ja. Nee. Qua prijzengeld ja. wil ik wel liever de All England winnen eigenlijk. Ja. Ajax of Feyenoord? 3, 2, 1. Ajax. Ja, dat weten we ook wel echt van. Ja, ja, ja. Allebei uit Noord-Holland. Ja. Easy. Ja. Krachttraining of conditietraining? 3, 2, 1. Allebei, nee, nee krachttraining. Liever niet, allebei. Laat me gewoon badmintonnen. Ja, ja, ja. Ja, maar conditietraining heb ik een nog grotere hekel. Krachttraining 100%. Vind ik er niet zo. Ja, krachttraining hoort er gewoon bij. Is onderdeel van, maar ja. Inderdaad, dat je op je fiets of moet hardlopen. Nee, hardlopen. Eén kans. Nee. Wintersport of strandvakantie? 3, 2, 1. Strandvakantie. Ik heb nog nooit gewintersport. Ik wel. Dat is wel het eerste waar ik naar uitkijk als ik terug stop. Dus in die zin, maar goed, als ik mag kiezen, 100% liever lig ik op het strand hoor. Ja, zon. Zon. Altijd zon. Zon. Ja. Netflix of bioscoop? 3, 2, 1. Netflix. Groter aanbod, thuis. Ja. Ja. Dat. Ik moet zeggen, ik was laatst in de bioscoop, dan kon ik helemaal mijn stoel zo naar achteren doen. Dus dan lag ik zo'n film te kijken, leek net op thuis. Ja, ja, dat was ook wel lekker. Maar... Ook wel lekker. Nee, Netflix. Nee, Netflix. Ja. Ochtend of avondmens? 3, 2, 1. Avondmens. Hallo. Ja, ik weet het gewoon niet. Oké. Okay. Hij moest lachen omdat ik vooral geen ochtendmens ben. Avond. Ja, dus allebei avond. Het was bijna tegelijk. Eten bestellen of uiteten? 3, 2, 1. Uiteten. Ja, gewoon even vlekken ergens heen en zit je ook niet met de troep. Je mag, het is ook een beetje ja, sociaal iets. Ah, ja. En bij, nou, ik bestel regelmatig als ik in Azië ben, ook nog. Dus wat dat betreft ga ik ja, veel liever uit lunchen of uit eten, vooral met vrienden en vriendinnen. Dus, ja.